Zo beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Limburgse Vuurwerkteam. We hebben vandaag een unboxing van crosslighters. Dat zijn van die plasmatic aanstekers. We hebben er een drietal mogen ontvangen. En we gaan eens even kijken welke het beste werkt voor vuurwerk. En sowieso eens even kijken hoe de aanstekers uitzien en wat we allemaal besteld hebben. Dus we maken de envelopjes even open. Eens kijken. We hebben een drietal doosjes. Dat is alles wat erin zit. Nou, we gaan eens beginnen. Ik begin bij het kleinste doosje. Dat is deze. Er staat verder niks op. Een wit doosje. Ja, een mooi doosje erin. Crosslighter. Zitten we allemaal fancy achter. Elektrische plasma aanstekers. Plasmatic. Plasmatic.eu. Info is plasmatic.eu. Dat zijn natuurlijk de voordelen van zo'n plasmatic aansteker. Ja, ze zijn 100% elektronisch, windbestendig, authentiek plasmatic logo. Eenvoudig opladen via USB, dat is natuurlijk ideaal. Als je een powerbankje bij je hebt, dan kun je gewoon je aanstekers opladen, dus dat is natuurlijk ideaal. Ja, een wat elegant design, is heel mooi. We gaan eens even kijken. Hier zit het oplaadkabeltje bij. Eens kijken. Ja, hoppa. Dat is een kabeltje waar je mee oplaadt. Dat is gewoon USB naar micro-USB. En deze zal hier ergens onder een aansteker gaan. Dat is volgens mij een gouden carbondoek. En je moet hem hier onderin steken. Even kijken. Crosslighter. Dat is hem. Mooi aanstekertje. Wat een geluid, hè? Nou, hij weerspiegelt goed. Een paar dingen. We gaan daar buiten eens even wat testen ermee. Dat is wel lachen. Eens kijken, gaan we naar het volgende doosje. Iets grotere doosje. Ook weer een crosslighter. Nou, dat is helemaal mooi. Overal staat het erop. Mooie doosjes. Plasmatic, ook een kaartje erin. Eens kijken. Nou, de oplaadkabel hoeven we niet te laten zien. Wel de aansteker zelf. Dit is een ronde. De eigenaar van de webshop die dacht dat het een hele goede vuurwerk aansteker was. Dus we gaan het dadelijk zien. Ga zo. Ja. Oh, smijt je leeg. Oh nee, die moet je nog aanzetten. Hier aan de onderkant, zet je hem aan. Wacht dat de camera scherp is. Kom camera. You can do it. Yes. Hier is aan en uit knopje. Zie je, lampje aan. En lampje uit. Ze dus zet hem eerst aan. Klepje open. En gas erop. Dat was een flinke cross straal, zeg maar. Hoe ze het noemen. Nou kijk, als deze naar boven gaat. Oh nee. Nou gaat hij niet uit. Nee. Hij is bijna leeg. Je hebt die vorige plasmatic aanstekers hadden we een beveiliging zitten. Dat als je zo een aantal seconden achter elkaar die aansteker inhoudt, dan doet hij het eventjes niet meer. Maar ik kan het zeggen, volgens mij leek het alsof hij leeg was. Hij is niet leeg. Dat was misschien toch die beveiliging. Nou, ik zet hem eruit. Ik vind deze, ja, ik vind hem prima. Maar dan zou ik liever die andere pakken. Die voelt, die vind ik wat fijner aanvoelen. Maar we hadden nog eentje gezien. Dat is die lange. Dat lijkt een beetje op een keukenaansteker. Dat zul je ook zien. Ja, lang doosje, crosslighter. Kaartje, oplader, oplaadkabel erbij. Even kijken hoe dit werkt. Nou, hier kun je hem denk ik ergens aan vasthangen of zo, of ergens aan ophangen. Schuif dit naar boven. Nou kijk, dan komt hier boven. Dan komt dat eruit. En dan zit hier gelijk onder de drukknop. Kijken of we dat goed kunnen laten zien.
Koekcamera. Dat is dit knopje. Daar druk je op. En dan doet hij het. Dus hij zit onder die schuifbutton. Dus je kan hem zo, kun je nergens op drukken. Zo even uitschuiven en aansteken. Ja, ons lijkt dit eigenlijk de beste keuze als je gaat voor een vuurwerk aansteken. Omdat ja, je vuurwerk is, of hetgeen wat je aansteekt, dat is ver weg. Dat heb je niet in je hand. Dus je kan hem mooi aansteken. Hij is ook veilig in je zak. Hij is wel wat lang, maar ja, de lengte heeft natuurlijk ook voordelen in dit geval. Dat je niet te dicht bij het vuurwerk bent. Dus die gaan we daar ook eens eventjes testen. Ik denk dat dit eigenlijk wel de beste keuze is voor echte pyro's. Zie je, ook dat straaltje, lontje kan er mooi tussendoor. Dus mij gaat dat prima. Ja, mochten er vragen zijn, dump het hieronder in de video. En dan gaan we die beantwoorden. Nou, we gaan eens even buiten testen hoe goed dat de aanstekers werken. Dus dan hebben we deze en die ronde. Kijk eens, dan gaan we die eens even testen. Zo, welkom in het LVT testterrein. We gaan beginnen met de eerste plasmatic, dat is deze. Dat ging prima zoals jullie zagen. De volgende. Dat is de beurt aan deze. Nou, ik moet hem eerst even aanzetten. Staat aan. Nou, dat ging prima. Zo, dat ding staat aan de hens. Even doven. Zo. Is het tijd voor de keukenaansteker. Althans, dat is onze favoriet. Deze. Uitschuiven. De boven houden, knopje indouwen. En klaar. Zoals je zag, ging het allemaal prima. Ja, onze favoriet is gewoon deze. Gewoon omdat je lange afstand hebt tot vuurwerk. En ja, werkt gewoon ideaal. Toch?